Op maandag 1 januari 2024 werd Wil Frenk in Larenboom verrast met een koninklijke onderscheiding. Vooral voor hetgeen wat hij voor voetbalvereniging SIS in Larenboom deed, behaagde het de majesteit hem te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau. Om te horen wat Wil zoal deed voor de voetbalvereniging, gingen we bij hem op bezoek. En de eerste vraag was het ontvangen van deze koninklijke onderscheiding een verrassing? Het was een complete verrassing, Corné. Want ik wist helemaal niks. We hadden zeven jubilarissen die ook gehuldigd werden, ook onder bloemetje toegesproken werden, wat ook een van mijn taken was. Ja. En de laatste twee 60-jarige jubilarissen heb ik toegesproken. Ja. En toen dat klaar was, toen werd mij verzocht om even te blijven staan. En toen ook plotseling na een toespraakje van onze nieuwe voorzitter Noord van Schaik kwam de burgemeester tevoorschijn. Ja. En daarbij mijn hele familie en mijn kleinkinderen en mijn broer en zwager. En, nou ja, heel leuk. Ja. Dus. En toen dachten van, oh jee, wat nou? Ja, ja. Maar je voelde hem ook helemaal niet aankomen. Nee. Iedereen had het in het geheim weten aan te vragen en voor te bereiden. Ja, ja. Ja, fantastisch. Ja. Mijn vriendin die had nog een maand geleden vond ze dat ik een nieuw colbertje nodig had. Ja. En dat is natuurlijk ook niet zonder bijbedoeling geweest, maar achteraf. Ja. Nou, dat gebeurde allemaal tijdens de nieuwjaarsreceptie van SIS hier in de kantine van Julia, maar van SIS Langebom. Maar laten we even helemaal teruggaan in de tijd, want in de persbericht lazen we, je bent 24 jaar voorzitter geweest. Ja, dat begon dan in 98. 97. Ja. 97 ben ik voorzitter geworden. Ik ben na 24 jaar gestopt, ook met de bedoeling om voor mij hoefde die publiciteit, pas 25 jaar is dan een mijlpaal, dat hoefde voor mij niet. Je denkt, ik stop vlak voor het jubileum. Ik stop net, en dat moet natuurlijk, komt ook wel bekijken, en dan moet op dat moment ook wel een goede opvolger hebben. En die hebben we gevonden in de figuur van Noord van Schaik, die het ook geweldig doet, daar ben ik heel blij mee. Dus we hebben ook best in het bestuur de laatste jaren ook best wel wat verjongd. En dus een best een jong bestuur. Ik ben de oudste in het bestuur, maar leuk. Dus ik kreeg een opvolger die was, dus gedacht toen, dan stop ik. Maar laten we eens even nog verder teruggaan in de tijd. Want geboren en getogen, niet in Langebom, hè? Nee, in Siebengewald. Siebengewald geboren en getogen, ook gevoetbald. Ja. Hoog niveau? Als jeugd hier wel tegen de selectie aan, maar door omstandigheden, ploegendienst, verder Duitsland inwerken, was dat trainen niet meer mogelijk. Dus toen in een lager team. Na de hand een meisje leren kennen in Langebom, Annie van Kruil. Ja. En dat heeft dus ervoor gezorgd dat ik ook een Langebomer ben geworden. Ja. Wanneer ben je in de Langebom verhuisd? In 1974 zijn we getrouwd en ben ik ook in Langebom gaan wonen. Ja. En als je in Langebom wilt integreren, of Langebom in elk dorp, dan is het best goed eigenlijk om dan ook ergens bij te gaan bij een vereniging. In dit geval was het wel duidelijk de voetbalvereniging ben ik bijgegaan. In het schoolbestuur heb ik even gezeten, schoolbestuur in de ondernemingsraad van de school. Ja. Dus dan leer je mensen kennen en dan, dat zorgt dan ook dat je ook een Langebomer wordt. Ja. En wat ging je op dat moment doen bij SIS? Op dat moment ging ik voetballen. Dus gewoon puur voetballen en verder geen vrijwilliger of niks. Ik had best een drukke baan, dus dat zat er ook niet echt in. Dus ik ben gaan voetballen. Ja. En hoe ben je destijds in 1997 voorzitter geworden? Ik werd een ruim jaar eerder, twee jaar eerder, gevraagd door toenmalig bestuurslid Thijs Rijnen om Henk Verstegen, mijn voorganger, die 19 jaar voorzitter was, die wilde een keer stoppen en ze zochten een opvolger. En daar kwam mijn naam voor opduiken. En dus ik werd gevraagd door Thijs Rijnen. Toen ben ik een jaar bestuurslid geworden, heb ik als het ware stage gelopen bij Henk Verstegen. Ja. Een heel ervaren bestuurder en voorzitter die het ook perfect gedaan heeft trouwens. Langebom heeft trouwens altijd, of meestal eigenlijk wel voorzitters die ook heel lang blijven. Ja. Dus Henk Verstegen 19 jaar en ik heb hem opgevolgd en heb een jaartje eigenlijk om me heen gekeken binnen de club. Want ik wist natuurlijk ook niet alle ins en outs. Henk kende alles bij naam en toenaam.
En bij mij was dat eigenlijk dus nog even een beetje een leerproces. Ja, en die bestuurlijke ervaring, waar kwam die dan van? Want je vertelt, ja, in ondernemersraad of in ondernemingsraad, wel het oude raad bij de basisschool en zo. Maar dan is een voetbalclub toch wel echt heel anders. Ja, dat is heel anders. Ik heb 40 jaar bij een bedrijf in Schaik gewerkt. Dus toen ik trouwde ben ik in Schaik gaan werken. Mm-hmm. Bij een bedrijf en daar ben ik vestingsmanager geweest. Okay. Dus vandaar ook wel de bestuurlijke ervaring. En het dus omgaan met mensen. Omgaan met mensen. En dat heb ik altijd heel leuk gevonden, omgaan met mensen. Mensen in het bedrijfsleven of mensen vrijwilligers is natuurlijk weer een heel ander iets. Ja. Dus met wat aansturen duidelijk betreft. Bij vrijwilligers is het meer vriendengroep en dat mensen iets voor elkaar en voor het dorp willen doen. Ja. En dat, ja, dat is eigenlijk hoe het zo eigenlijk gelopen is. Ja. Wat speelde er op het moment dat je voorzitter werd bij SES? In 97, 98. Wat waren toen de hot items? De hot items was eigenlijk vrij snel eigenlijk het oude gebouw dat we hadden. Mm-hmm. Als we een avondje in de kantine gezeten hadden, op een donderdagavond, clubavond bijvoorbeeld, dan moest je je kleren niet op de slaapkamer neerhangen, want dan stonk het. Ja. Want, dat was heel hard nodig. Ik ben door moeders benaderd. Die zei, wil kom eens even in die douches kijken. Want dat kan toch niet meer dat onze jeugd erin moet douchen. Ja. En dat was ook zo. Maar ja goed, geld was natuurlijk ook niet echt heel veel. Nee. En dat is natuurlijk niet zomaar een kleine stap. En dat heeft een aantal jaren geduurd totdat we in 2002 de concrete plannen gemaakt hebben om te gaan bouwen hier. Ja. Dat is dit gebouw wat hier staat. Prachtig gebouw nog steeds. Ja. Toen hebben we gekeken, wat kunnen we? Wat wil de gemeente? De gemeente heeft dus niet echt een bijdrage geleverd aan dat realiseren. Ja, vergunningstechnisch natuurlijk wel. Ja. Maar financieel eigenlijk niet, of nauwelijks. We hebben wat gekregen voor het achterstallig onderhoud. Ja. En toen hebben we een offerte uitgebracht gekregen van de plaatselijke bouwers, van de Horst en van Verkuppenveld. Maar ja, dat bedrag dat was zo gigantisch dat wij dat als club natuurlijk nooit konden laten bouwen. En dat heeft dus gemaakt dat wij een bouwcommissie gevormd hebben van 6 mensen. En die 6 mensen die zijn eigenlijk de kartrekkers geweest van het gebouw zoals het er nu staat eigenlijk. Ja. En één daarvan was jij, hè? Eén daarvan was ik, ja. En hoe gaat dat dan als je dan aan zo'n bouwproject begint? Want ja, het is een fantastisch complex wat hier nu staat. Maar hoe doet het dat dan met vrijwilligers en iedereen die wil helpen? Ja, dat is best lastig. Heel veel mensen benaderd. Maar mensen zeggen, ja, ik wil wel een keer komen helpen. Maar van een keer komen helpen komt er niet zo'n gebouw te staan. Ja. Daar moet er dus echt gewerkt worden. Ja. En we hadden dus best een aantal bouwvakkers, vaklui er ook in. En ook mensen, ik ga geen namen noemen, maar in ieder geval waren met 6 mensen. Ja. En die waren allemaal heel erg belangrijk voor dat realiseren. Ja. En we zijn als het ware in het diepe gesprongen. En als je in het diepe springt en je krijgt geen reddingsbandje toegeworpen, nee. Ja, dan gaat het verzuipen. Ja. En we hadden wel wat geld natuurlijk. We hadden zelf al die jaren, we hadden een hele strenge penningmeester, Jan Weideven. Ja. En die heeft gezorgd dat wij toch wat centen hadden inmiddels. Dus we hadden zelf een ruim 1,5 ton. En van de gemeente kregen voor het achterstallig onderhoud ook ongeveer dat bedrag. Dus we hadden ongeveer 3,5 ton hadden we aan geld. Nou, ten opzichte van 1,3 miljoen wat de aannemersom origineel was via de aannemer. Ja. Dat is natuurlijk een heel miniem bedrag. Maar zoals je weet is bij het bouwen ongeveer 50% is huurloon, 50% is materiaal. Dus we hebben eigenlijk zonder aannemer en zonder betaalde krachten dit helemaal gebouwd, gemetseld, staalconstructie, dakplaten met de handjes gelegd. Ja. En dat allemaal met mensen die daar zich voor ingezet hebben. En daarom hebben wij dat kunnen bouwen voor een bedrag wat heel veel lager was. 5,5 ton hebben we het voor kunnen bouwen. Ja, ongelooflijk. In de tussentijd hadden we natuurlijk ook weer in die 2 jaar, we hebben 2 fases gebouwd, 2003 begonnen, achterste gedeelte gebouwd. Dat was in augustus klaar. Mooie anekdote was nog eigenlijk om te visualiseren dat het klaar was. We hebben er 5 bouwvakkers in een blootje in de douche gestaan. Wel met de goede kant natuurlijk naar de camera. Ja. Dan bedoel ik de achterkant daarmee. Ja. En die foto hing bij Benz onder de douche dus. Symbolisch eigenlijk van we kunnen wel douchen. Dus toen het nieuwe seizoen begon. We begonnen dus met het afbreken en het bouwen ongeveer in maart. En we hebben dus in
In augustus konden we weer douchen. Dus ja. De nieuwe competitie waren we weer bedrijfsklaar voor dat gedeelte. Ja. Daarna hebben we de tweede fase, is de oude kantine afgebroken die er nog stond. En er is de kantine op zich neergezet met keuken, bestuurskamers en dergelijke, zoals het er nu eigenlijk staat. Ja. Zometeen kijken we nog even door op jouw periode als voorzitter van SIS. Maar maken we even een sprong vooruit, want we zitten nu in 2024 en we hebben het over de fantastisch gebouw wat hier staat. Maar de plannen in de kader van Lange Boom veranderd, is eigenlijk alweer de bedoeling dat het gesloopt gaat worden. Ja. Dat klopt helemaal. En dat is natuurlijk ook voor de mensen, vooral voor de mensen die er ook echt fysiek bij betrokken zijn, is dat best wel ingrijpend. En er zijn heel veel mensen die zeggen, jullie zijn gek om zo'n mooi gebouw af te breken, want dat is gewoon kapitaalvernietiging, dat kan eigenlijk helemaal niet. Maar als je het van de andere kant bekijkt, en gelegde tijd, kijk, we willen hier met een sociaal hart in het dorp. Het dorp is een best een arm dorp wat voorzieningen betreft. Ja. Wij zijn als voetbalclub eigenlijk het sociale hart van het dorp. Maar dat kun je ook merken bij thuiswedstrijden, hebben wij een volle bak kantine. Ja. Omdat ook mensen die niet voetballen gewoon hier ook voor de gezelligheid komen en om een drankje te doen. En als wij dus een gezamenlijk sportpark krijgen, de bedoeling is dus ook dat de sporthal hier naartoe komt. Ja. Dus de zaalsporters, de tennisclub komt erbij, de volleyballers, de schietvereniging. Dus eigenlijk alles, de tafeltennisvereniging, alles komt dan op een centraal punt. Ja. En dan wordt het een aangepast gebouw als we dit gebouw zouden behouden. Wat voor de voetbalclub misschien nog wel ideaal is, maar niet voor iedereen. Dan blijft het toch een aangepast gebouw. Voor de rest van de sporters. En als we het op de nieuwe manier doen, de gemeente heeft in de afgelopen 40 jaar eigenlijk nauwelijks of niet geïnvesteerd in Lange Boom. Dus er zijn geen woningen of wat voorzieningen bijgekomen of wat dan ook. We hebben nu de middelen door een aantal karttrekkers, Ivan van der Horst en Wim Weideven, die er een hoofdrol in gespeeld hebben. Hebben we het financieel voor elkaar om dit te kunnen realiseren. En dan kun je misschien zeggen, je bent gek als je die kans niet grijpt. Ja, en dan een optimaal gebouw bouwt, ondanks dat dit gebouw zo mooi is. Een optimaal gebouw wat voor alles betrokkenen eigenlijk ook een optimaal gebouw gaat worden. Ja. En niet alleen voor de voetbalclub. Dus want, dat eigenlijk. Ja, want de bedoeling is dan, sport wordt hier op het sportpark gecentraliseerd. Mm. Sporthal, alles wat is sport. En in het dorp, bij de kerk, daar komt het gemeenschapshuis en de sociale functie. Ja, de sociale functie. En er zou in principe ook een kroeg komen. Zou misschien ook nog wel kunnen. Maar dat is nog onzeker of dat haalbaar is. Want een café tegenwoordig is niet meer zo goed draaiend als er geen restaurant of iets dergelijks bij is. Dus dat is nog maar de vraag of dat gaat lukken. En dan zal het toch zo gaan worden dat onze kantine ook min of meer het dorpscafé gaat worden. Ja. En dat is ook standaard. Als je op een zonnige zomeravond een keer in Lange Boom denkt van, wat ga ik doen? Dan loop je naar het sportpark en er beweegt altijd wat. Of er wordt gevoetbald of getennist of gezaalsport of wat dan ook. Ja. Dus dan is er ook een sociale ontmoetingsplaats. Ja. Dat zou dit dan moeten worden. Ja. Dan weer even terug, want na de oplevering van dit gebouw dan was 2005 een beetje doorgegaan als voorzitter. SIS is volgens mij wel altijd de voetbalvereniging geweest die is blijven leven en blijven groeien. Of heb ik dat mis? Nee, dat klopt helemaal. Dit is echt een voetbaldorp en er zijn heel veel mensen heel erg betrokken bij die club. Maar dat komt natuurlijk ook, als je kijkt wat wij met vrijwilligers hier gerealiseerd hebben, dat heeft ook weer eigenaarschap gekweekt bij onze leden. Ja. Onze leden die voelen zich, dat is hun thuis, dat is ons gebouw. Want hebben ze of opa of pa of zelf fysiek een bijdrage aangeleverd. Ja. Wordt natuurlijk dadelijk een beetje anders natuurlijk. Ja. Maar goed, dit is wel ook een van de dingen geweest, ook dat wat vrijwilligers betreft. We hadden toen in de goede tijd, hadden we 8 heren senioren, dus net na die bouw. We hadden 2 dames en een veteranenteam voor zo'n dorpje als Lange Boom. Dat is natuurlijk gigantisch. Ja. Kijk, en dat heeft ook ervoor gezorgd dat die betrokkenheid ook wel gebleven is bij het... Dat is ook wat we hoorden rond de uitreiking van Jolentje. Hè? Zij wil, die heeft er een warme club van gemaakt, een wijgevoel weten te creëren bij SIS. Hoe is dat gegaan? Hoe doe je dat? Een wijgevoel. Dat is precies hetzelfde als in het bedrijfsleven. Ik heb in het bedrijfsleven ook altijd ons team van mijn werk gezien als een club. En een club met 11, of een elftal met 11 Johan Cruijffs winnen geen 1 wedstrijd. Nee. Maar met een team met die voor elkaar willen werken en er voor elkaar zijn, dat is een winnend team. En dat is bij het voetbal, dat is ook op je werk. En dat is ook bij de vrijwilligers voor elkaar klaarstaan. En dus hier ook
Ik zeg wel eens, het is hier, als je hier door de week morgens komt, lijkt het wel een beetje dagopvang. Al ja. krijgen we er niet voor betaald. Want wij zitten hier toch altijd met een clubje mensen. En donderdagavond zitten we met een 10-12-tal ouderen zitten we aan een stamtafel in de kantine. En dan hebben we een beetje slap kletsen en een biertje. Ja. En dat wordt gezellig. En we spreken eigenlijk ook over van allerhande onderwerpen komen te sprake. Ja. Dus dat is gewoon leuk. Dus dat is dan eigenlijk ja, de waardering en het, ook het wijgevoel en van hun laten zijn. Verantwoordelijkheid geven aan mensen zonder daar altijd met bovenop te zitten. Ja. Uiteindelijk in 22 besloten om de voorzittershamer over te geven. 21. 21? Ja. Waarom destijds? Nou, en dan 24 jaar, dan heb je alles wel een beetje, heel veel keren meegemaakt. En dan, ja, dan moet je ook toekomstgericht denken. En dan moet je ook proberen om dat op een goede manier af te geven. En dat is heel goed gelukt. En ja. daar ben ik ook heel blij mee. Neem niet weg, ik ben nog steeds in principe elke dag wel bij de voetbalclubs morgens. Door de week. Ja. En donderdagavond clubavonds, zondags uit en thuis naar de wedstrijden. Ja. Dus de betrokkenheid die is er nog steeds. Want je bent ook nog actief in de facilitaire kant hè, ja, van SES. En we zagen straks hier ook de lijstjes van ja, wat er allemaal gedaan moet worden. Ja, ja. Maar dan ben je ook weer afhankelijk van een heleboel vrijwilligers. Een heleboel vrijwilligers, ja. En daar hadden we nog nooit geen tekort aan. Nee, we hebben dit jaar heel veel mensen gehad die afgevallen zijn door overlijden. Of andere dingen. En we hebben toch ook weer het geluk gehad dat we weer een hele groep mensen erbij hebben kunnen krijgen. Zodat het toch weer doorgaat eigenlijk. En er zijn ook wel mensen bij die zeggen van ja, als ik straks thuis ben, dan wil ik bij de club ook wel weer iets doen. Dat zeggen mensen uit zichzelf al. Ja, dus. Ja, ja. Dan afrondend kijken we nog even vooruit, Wil. Want wat je bij heel veel clubs en verenigingen hoort, is dat het ledenaantal vrijwilligers lopen terug. En die gaan op een gegeven moment rondkijken, ja, kunnen we niet samen met een andere club? Maar ik geloof dat dat bij SES voorlopig nog niet aan de orde is, hè? Nee, dat, principieel wil ik dat eigenlijk niet. Omdat, zoals ik ook al zei, dit een sociale ontmoetingsplaats is. En als wij gaan fuseren, dan fuseren we of met Julianen of met Vestilent. Dat zijn de naburige dorpen. Ja. En ja, dan is het ook logisch dat die twee sportparken ook niet eeuwig blijven bestaan. Dat er dadelijk één sportpark gaat verdwijnen. En dan hebben we in Langeboom, waar ook al geen kroeg is, eigenlijk helemaal niks meer. En nu proberen wij toch, al dat we dan, of het dan vierde klasse, derde klasse of vijfde klasse is, evengoed de beleving en de plezier kan evengoed er toch zijn. Want het plezier hangt niet af van het niveau waar je speelt. Ja, ja, fantastisch. Ik wil nog even één opmerking maken. Ik ben nu in de schijnwerper gezet. Omdat ik eigenlijk een beetje het boegbeeld, of in ieder geval het gezicht van de club ben. Ja. En dat is natuurlijk in goede tijden, maar ook in slechte tijden zo. Ik heb afgelopen zondag, maandag hebben we de nieuwjaarsreceptie gehad. We hebben 7 jubilarissen. Er waren er 3 bij die zeker net zoveel of meer voor de club betekend hebben dan ik. En dan, ik vond het eigenlijk zelfs een beetje gênant dat ik er dan sta, terwijl ik net 62 jaar hier belezen met een hele leven bij de club, eigenlijk zeg maar ook met als vrijwilliger zijnde, dat ik dan dat lintje krijg en dat er dan binnen die club, en dan noem ik er nou dan die 3 die erbij, die waarvan ik vond die het zeker ook wel zouden verdienen. En zo zijn er nog heel veel binnen de club die het eigenlijk misschien net zoveel of nog meer zouden verdienen als ik. Dus dat lintje van mij is wel een lintje van mij, maar het is eigenlijk ook een lintje voor de club. Zo moet het eigenlijk zien. Maar dat siert jou dan ook wel weer, denk ik, waardoor juist dat gevoel ontstaat hier bij SES. Hè? Dat warme gevoel en dat wijgevoel, denk ik. Ik wil jou in ieder geval nogmaals van harte feliciteren met jouw koninklijke onderscheiding. Ik denk dat mensen ondertussen ook wel gehoord hebben, meer dan verdiend. En nog heel veel succes hier met alle plannen bij SES Langeboom. Dankjewel.